Kozakke Boys in het wit en rood speelde 120 minuten tegen PEC Zwolle voor de beker afgelopen week. En is dat uit de benen? Nou ja, uit de openingsfase blijkt dat niet. Want na 13 minuten brengt Tillema Rijnsburgse Boys op 0-1. De voorzet belandt op de rug van Tillema. En dan is doelman Arends kansloos en leidt Rijnsburgse Boys. En Azuti met Opoku voor zich. Opoku met de aanvoerdersband, omdat Wesley Goeman niet in de basis startte. De aanval is van Kozakke Boys en de goal, ja natuurlijk, van El Azuti. Het goudhaantje dit seizoen van de Werkendammers. Het is als een zevende. Maar kijk naar het voorbereidende werk van Riley Ignacio, die zijn hele lichaam gebruikt. Van Nieuwkoop kansloos, Kozakke Boys op 1-1. Het is de nummer 3 tegen de nummer 12 van de ranglijst. En daar gaat Ignacio tegen zijn oude club. En dat is bijna. Maar bijna in voetbal is helemaal niet. Ook voor Riley Ignacio. De overname van Kozakke Boys, Sunmes. Blijft goed aan de bal. Mendes Moreira mag ver komen en uithalen. En via de vingertoppen van Nieuwkoop weer niet voor Kozakke Boys. Nee, meneer Mendes Moreira niet. Het blijft 1-1. En zo krijgt het betere Kozakke Boys niet wat het verdient. En is in de slotfase Rijnsburgse Boys weg. Halman hakt, Tillema. Bal valt voor de voeten van Jongenelen. En dan schiet hij Rijnsburgse Boys op 1-2. Jeff Jongenelen, Serboni in duel met invaller Pollemans. En die bal die ploft dan voor de voeten van Jongenelen. Zonder geluk vaart niemand wel. En Rijnsburgse Boys pakt niet geheel verdiend. 3 punten in Werkendam. Maar het feestje is er niet minder om.